Severe sleeping problems. Lots of people have their own experience on that matter. And so did Koos. When he worked as a soil investigator on oil platforms in the Black and Caspian Sea, and he discovered what kind of enormous effects not sleeping well had on his body and mind. And he got so interested in that matter that he decided to quit his job and get a bachelor's degree in psychology, followed by a master's degree in applied cognitive psychology. Koos then founded KM Human Factors Engineering, where he educates on sleep to optimize human potential within organizations. And he already did within the Dutch Royal Air Force, football clubs, offshore organizations, and many more. And he then founded Somnoblue, a company where he helps people improve their sleep with blue light blocking glasses. So today we'll speak about blue light, the effects on the brain, sleep enhancement, circadian rhythm, and his personal story. So welcome to Unje Damas. Relax, grab a cup of tea, and enjoy the interview. Welkom allemaal, dit is Koos. Hoi. Ik ben Matthijs en we gaan vandaag praten over deze blauw licht blokkerende brillen. En Koos, jij bent de eigenaar van Somnoblue. Ja. Vertel, hoe ben je bij deze mooie brillen terechtgekomen? Ja, het is een lang verhaal. Het is nog 6 jaar geleden begonnen. Toen moest ik een nachtwerk doen. Ik op de Kaspische Zee moest ik nachtdiensten draaien. 12 uur per nacht. En moest je overdag maar zien te slapen. Okay. Dus overdag had ik slaapproblemen. En in de nacht, als ik moest werken, was ik altijd vermoeid. En dat ik dus eigenlijk een hele lange fase. En ik dacht, hier moet iets aan gebeuren. Dus... En wat deed je daar precies? Ik heb eerst civiele techniek gestudeerd. En toen was ik daar soil investigator. Eigenlijk geotechnical engineer. Oftewel onderzoek naar grond. Oké. En hoe lang heb je daar gezeten als ik vragen mag? Dat was een aantal weken. Dus 5 weken lang nachtdiensten. En jij ervaarde dus al binnen die 5 weken al gewoon... Ja, binnen een paar dagen. Rapid changes in je slaapcyclus. Ja, eigenlijk 5 weken lang had ik een soort van jetlag. Overdag moest ik zien te slapen, lukte niet helemaal. Ja. En 's nachts kon ik niet echt goed energiek zijn. En het was gewoon niet optimaal. Echt niet, En wat heb je toen precies gedaan? Om wat op te lossen of wat zei je? Ja, want we gaan dus van de bril naar jij die niet kan slapen door 5 weken lang in de nachtdienst werken. Maar hoe is het vanaf dat moment verder gegaan dan? Ja, op het moment zelf eigenlijk kon ik er niks aan doen. Dus heel veel van mijn collega's hadden hetzelfde. Hè? Die moesten dat maar accepteren. Dus gewoon altijd vermoeid zijn op werk en slecht kunnen slapen. En de enige manier wat ik kon doen, ik dacht van ja, ik wil dit probleem oplossen. En toen ben ik psychologie gaan studeren. Dus eventjes een andere studie gaan doen. Ja. Oké. Okay. Dat heeft wel even geduurd. Waar heb je dat gestudeerd? In Leiden. In Leiden, oké. Okay. Ja, dus ik wil wat meer over het mens weten. Maar je ging eigenlijk letterlijk met de insteek van... Oké, ik weet niet waarom... Of ik wil uitzoeken waarom ik slaapklachten krijg... wanneer ik in de nachtdienst ga werken. Dus ik besluit om psychologie te gaan studeren. Ja, onder andere wel. Ja, ik vond de mensen wel belangrijk. Van wat gebeurt nou in het brein? Eigenlijk weten we daar heel weinig van. En vooral in die sector. En ik vond eigenlijk dat... wereldje vond ik interessant, maar ik vond het nog fijner om gewoon mensen te verbeteren. En, dus toen ben ik dat gaan studeren. Ja. Oké, en kun je ons een beetje door de studie heen lopen die je hebt gedaan? Ja, eigenlijk psychologie is een studie gaat over de mens. En heel veel mensen denken bij psychologie dat als je een taakpunt van menselijk gedrag, dan heb je een klein taakpunt, dat is abnormaal gedrag. En heel veel mensen denken dat psychologie is. Maar eigenlijk de rest van de taakpunt gaat normaal gedrag. Ja. Dus hoe presteren mensen onder druk of met slaap of met... alcohol bijvoorbeeld, of hoe reageren mensen op machines en andersom. En dat is ook de richting die ik heb gekozen over hoe je menselijke prestaties kan verbeteren. Oké, en dus, ging dat als... Ja, ik neem aan dat je ging al met voorbedachte raden natuurlijk die studie in, dus dat is wel fijn. Ik denk dat bijna niemand dat doet in Nederland. Nee, in ieder geval, niet die studie, zeker. Nee, en wat heb je tijdens je studie geleerd over dat onderwerp? Want je was natuurlijk vrij specifiek al, ging je erin... Wat heb je daar geleerd wat eraan heeft bijgedragen? Nou, eigenlijk bij psychologie leert gewoon hoe het brein werkt. Mm-hmm. Hoe de mens werkt. Hoe mensen in groepen werken ook. Maar ook dat het slaap gewoon een onmisbaar onderdeel is om het brein fit te laten zijn. Ja. Goed te functioneren.
En binnen de master ging het wat meer over, ook over vakken zoals human error. Van wanneer maken mensen nou fouten? Mm-hmm. En hoe kan je eigenlijk de omgeving van de mensen, training, maar ook de equipment aanpassen dat mensen geen fouten maken en beter presteren. Ja. En dus dat ging heel erg over de link met veiligheid en menselijk potentieel binnen organisaties. Mm-hmm. En daar, ja, binnen die master was er eigenlijk een klein opdrachtje. Ja. Die, ja, eigenlijk dit wel veroorzaakt had. En dat was de opdracht, mocht je verschillende onderwerpen kiezen. En toen koos ik het onderwerp shift work. Mm-hmm. Toepasselijk. Ja. Ja, en binnen die opdracht moest je eigenlijk ploegendiensten wat veiliger maken, gezonder. En toen heb ik voor deze opdracht gekozen. En toen kwam ik onder andere bij blauw licht uit. Mm-hmm. De effecten van blauw licht op het brein, ja, op de prestaties, op de gezondheid. En zijn er ook mensen die jij tijdens je studie hebt leren kennen, wat experts betreft, die jij vanaf dat moment al eigenlijk bent gaan volgen? Ja, best wel veel. Alleen echt op de, binnen de neurologie, dus de studie van het brein, mm-hmm, heb je ook een sectie, de somnologie, de slaap, de slaapspecialisten. En daarbinnen heb je ook weer de chronobiologie. Dat is de biologie van de biologische klok, hoe, mm-hmm, de mens, hoe het 24-uur systeem van de mens werkt. Ja, dus circadian rhythm eigenlijk. Ja, circadian rhythm, het 24-uur patroon van eigenlijk alle organen in het lichaam, maar ook slaap, dat is het meest bekende. Mm-hmm. Maar ook onze darmen, onze spijsvertering, onze bloeddruk, alles loopt via een 24-uur patroon. En als je niet volgens dat patroon leeft, door bijvoorbeeld één keer één nachtdienst te draaien of te gaan vliegen naar Australië, dan loopt het uitsynchroon, waardoor je dus minder presteert, mm-hmm, minder, ja, gezond bent. En ja, een aantal van die mensen, die daar werk ik nog steeds veel contact mee. Kun je er eens eentje noemen voor de... Ja, ik had uiteindelijk met Floor van Oosterhout, dat ik het begin ontmoet bij een lichttherapieconferentie. Dus lichttherapie is een bepaald specialisme, mm-hmm, binnen onderdeel van de slaap, maar ook chronobiologie. En zij heeft een PhD over de biologische klok. Dus eerst dacht ik van wauw, biologische klok is een klein gedeelte van de hersenen, de grootte van een ert. Ja. Die stuurt eigenlijk het hele lichaam aan. Mm-hmm. Dus ik dacht eerst van binnen de studie denk ik, hoe kan je daar 4 of 8 jaar over studeren of over onderzoek doen. Maar nu is het telkens meer bekend hoe belangrijk de biologische klok is. Voor veiligheid, prestatie, dat zien we ook in heel veel ziekenhuizen. Ja. En met haar, zij is ook wel echt voorstander van niet alleen maar extra licht op bepaalde tijden, maar juist het blokkeren van licht. Mm-hmm. Dus ons brein heeft eigenlijk gewoon donker nodig. Niet alleen tijdens de slaap, maar ook voor de slaap. Ja, precies. Ja, ik ben sinds kort dus Jack Kruse tegengekomen via een podcast van Cognitive Rampage. Ja, het is zo bizar wat die man allemaal te melden heeft over licht en wat voor een invloed dat heeft op je mitochondriën, je circadian rhythm. En ja, eigenlijk gewoon het complete fundament van gezondheid. Ik hoorde je er straks al praten over het feit dat Jack Kruse nou in één keer iets gedeeld heeft voor jou. Ja. Wat heb je exact geschreven en wat is er gedeeld? Ja, Jack Kruse. Ik ben zelf, ik heb me niet heel diep verdiept in hem, maar ik weet wel, ik heb een aantal podcasts van hem geluisterd. Heel interessant. Het gaat eigenlijk de stap verder naar wat doet blauw licht? Hoe gaat het met ons lichaam, maar teruggezoomd naar eigenlijk de voorfase van cellen. Hoe ontstaan ze? Welke effecten heeft licht daar onder andere op? Ja. En ik heb een aantal jaar geleden heb ik een groot project gedaan in de offshore, waar ik vandaan kwam. En daar heb ik een aantal hele grote platformen, heb ik heel veel ploegendienstmedewerkers getraind. Mm-hmm. En om een eigen blootstelling aan licht te reguleren, onder andere. Oké, en hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, met verschillende workshops aan boord. Training geven over speciale lichten die eigenlijk de zon nabootsen. Nou, als je dat goed timed, kan je de biologische klok wat beter aansturen voor de nachtdienst. Maar ook met speciale brillen weer. Die kunnen ze ook even bespreken. Die filteren juist het blauwe licht, waardoor de hersenen werd zijn krijgen dat het nacht is. Mm-hmm. En als je dat goed timed, kan je dus eigenlijk zorgen dat mensen wat sneller aan de nachtdienst werken en dus beter presteren. En wat je aangaf, dat waar ik zelf problemen mee had. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Ik bedoel, je komt eraan, je gaat met een helikopter naar zo'n platform toe en je wordt in een ruimte gezet met die mensen en dan... Hoe leg je andere mensen dat uit?
Ja, zeker. Ja, het is vrij moeilijk. Het lastigste is om überhaupt daar een project te kunnen doen. Het kost soms wel een aantal jaar. Heel veel bedrijven ga je langs. Bij heel veel bedrijven geven ze wel veel om veiligheid. Mm-hmm. Sommigen geven ook wel wat om vermoeidheid, maar er wordt eigenlijk helemaal eigenlijk niet zoveel aan gedaan. Okay. Een aantal personen tegengekomen die er wel voor open stonden. Om te kijken van hoe kunnen wij de slaappatronen verbeteren, zodat de prestaties en veiligheid omhoog gaan. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk op zo'n platform, je wordt met een vliegtuig naar een bepaald gebied gestuurd. En met helikopter ga je aan boord. Het laatste project was op de Zwarte Zee. Het grootste schip van de wereld. En daar, een gigantisch schip van 0,5 kilometer lang. Mm-hmm. En daar train je dus die mensen. Ja, je komt eraan, wordt een beetje uitgelachen van, oh, wat doe je nou over slaap? Maar het is wel heel gaaf om eigenlijk te zien dat als je die workshops geeft, hoe mensen reageren. Ja. Eigenlijk wel allemaal wel een keer mee hebben gemaakt. Van, of ze jetlags hadden of heel hoge vermoeidheid. Mm-hmm. En het is, ze reageren altijd wel heel enthousiast. Okay. Omdat je toch 1/3 van de tijd van je leven slaap je. Ja. Ja, precies. Als je daar nog die aantal procenten... En dat artikel wat Cruise heeft gedeeld, dat gaat dus eigenlijk... Dat is gewoon een onderzoek, dat heb je best lang gedaan? Of? Ja, dat was een van die projecten. Dat was het ene laatste project. Dat is een project gedaan bij 190 ploegendienstmedewerkers. Ja. En met behulp van licht, eigenlijk bioritme van mensen is perfect naar de nachtdienst weten te krijgen. Oké. Okay. En ander weer om dus efficiënter te slapen. Mm-hmm. En daar een aantal chronisch vermoeide mensen is van 25% ongeveer naar 3% gegaan. Dat is wel een flinke verbetering. Nou, eigenlijk precies wat ik zelf had ervaren. Precies die klachten die ik zelf had. Mm-hmm. Vermoeidheid tijdens de nachtdienst. En hoe snel kon je die switch realiseren bij mensen? Ja, wel binnen een week wel. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is wel snel. Ja, en het is niet alleen maar mensen die dus nachtdiensten draaien, maar als je slaappatronen kan verbeteren door eigenlijk mensen strategieën aan te leren om die je moet uitvoeren voordat je gaat slapen. Zodat je dus je brein wat makkelijker tot rust laat brengen, waardoor je dus wat efficiëntere slaap kan bereiken. Mm. En dus wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat ik heb bijvoorbeeld zelf hou ik van vaste ritmes, dat ik bijvoorbeeld een douche neem voor het slapen gaan en daarna lees ik wat en mijn brein herkent dat ik dat doe. Dus mijn brein weet ook eigenlijk, het is al tijd om te gaan slapen, weet je wel. Want... Ja, en als je een keer niet goed slaapt, wat doe je dan? Merk je daar? Dat komt dan meestal omdat ik op andere tijden ga slapen. Oh, ja. Wat ik dan exact doe. Even de kroeg in nog? Afgelopen weekend ben ik naar mijn verjaardag geweest. Nou, toen is het ook heel laat geworden. Dan moet ik wel, ik kan er best wel een week van bij komen, zeg maar. Maar het helpt wel om gewoon daar doorheen proberen te prikken en gewoon je ritme aan te houden. En dan overdag uren bij te slapen in plaats van je avondritme helemaal overhoop gooien. Ja, nou, het beste is inderdaad een aantal strategieën erbij. Is om hoe kan je eigenlijk, het heet slaaphygiëne. Hmm. Niet hygiëne, hoe schoon is je bed, maar slaaphygiëne. Alle gedragingen die je doet, die positieve invloed kunnen uitoefenen op je slaap in de avond of nacht. En één belangrijke regel erbij is dat je een bepaalde regelmaat inhoudt. En dat gaf je net al aan. Dat als je een keer, eigenlijk als je elke keer om 10 uur alvast gaat voorbereiden of moet gaan slapen. Omdat je bijvoorbeeld om 11 uur altijd wil gaan slapen. Dus bijvoorbeeld inderdaad, als je standaard boekje leest, nou, dat is wel een goeie. Het liefst best nog beter om dat niet in bed te doen bijvoorbeeld. Omdat je bed vrij moet houden van eigenlijk alles wat niet met slaap en seks gerelateerd is. Alles erbuiten. Eigenlijk moet je dat uitsluiten. Maar voor jou inderdaad, beste strategie, regelmaat. Maar ook een strategie om je hersenen eigenlijk al het seintje te geven van ik ga zo bijna slapen. Ja. Dat is eigenlijk het beste. Veel mensen denken, ik moet een medicatie of een pilletje hebben, zodat je in je bed beter kan slapen. Mm-hmm. Maar eigenlijk moet je er gewoon voor zorgen dat je brein heel rustig... Dat er een heel duidelijk... Ja, een patroon, dat je dan eigenlijk... je brein weet, ik ga zo slapen, kom tot rust. Ja. Ik kom nou iets te boven van Simon Sinek, die heeft het ook wel eens opgenoemd, dat de slaapkamer, daar hoort geen telefoon in thuis bijvoorbeeld. Goeie, ja, klopt. Omdat het is heel duidelijk, dit is de ruimte om te slapen, dit is de ruimte om te eten, en dat je jezelf op die manier conditioneert om eigenlijk gewoon een hele rustige staat in je onderbewustzijn te creëren. Ja, ons brein is niet gemaakt voor telefoons, social media. Ons brein is eigenlijk gemaakt om te jagen, te verzamelen en
Zo simpel was het eigenlijk. Mm. En ons brein is ook weer gemaakt om te leren, om eigenlijk snel afgeleid te zijn. Dus ons brein wil, als de telefoon daarnaast ligt, wil hij eigenlijk die telefoon kunnen pakken. Om te kijken of er een nieuw berichtje is. Dat heeft weer invloed op dopamine. Ik krijg een shot van, oh, dat is gerelateerd met leren. Ook wel met verslaving. Ja. Maar als je je kamer eigenlijk, als je dat brein middelen geeft om afgeleid te worden, dan zal het afgeleid zijn. Ja, precies. Dus daarom, ik had een goed voorbeeld, als jij een belangrijk tentamen had vroeger, middelbare, dan, dan ga je ook niet je telefoon met geluid aan, alerts aan, leg je er ook niet naast. Hè? Dan doet iedereen de telefoon opeens uit. Ja, toch doen we het allemaal. Ja, zeker. Ja. Ja, op maar werk om, wel, om, ja. om even terug te komen naar de offshore, want je hebt dus een onderzoek gedaan van hoe lang ben je ermee bezig geweest? Half jaar zoiets, een half jaar. Aantal weken aan boord. Ja. En eigenlijk heb je dus een gedragsverandering weten te realiseren met gewoon harde resultaten. Ja, eerste stap is een cultuurverandering. Een beetje lacherig over gedaan. Ja, dat kan me voorstellen dat op zichzelf al een behoorlijke kluif is. Ja, ja, zeker. If you cannot sleep, you didn't work hard enough. Dus mensen die... Je hebt een piramide van hiërarchie binnen alle bedrijven wel. Ook in de advocatuur zie je dat. Ik doe heel veel projecten met advocaten, ben ik ook bezig. En in die piramide heb je ook mensen die aan de top staan. Ja. Dat is ook een beetje met selectie te maken. Maar dat zijn ook vaak mensen die met iets minder slaap kunnen werken. Ja, ja. Ook wel niet optimaal hoor. Maar, en die zijn altijd wel heel streng naar de rest. Mm. Van, ja, ik heb maar 6 uur gehad en ik ben fit. En jij hebt ook 6 uur gehad en jij stelt je gewoon aan. Ja, precies. Met calorieën doe je dat ook niet. Ik heb zo weinig gegeten. Jij moet je ook niet aanstellen. Nee, nee, nee. Dus iedereen heeft een andere behoefte aan nodig. Dus de eerste stap is wel echt cultuur. En hoe krijg je dat voor elkaar dan? Want je gaat dus in principe ga je bovenaan de keten beginnen. Je gaat eerst de top proberen te bewerken en duidelijk te maken dat er verandering nodig is om die voordelen te kunnen behalen. Ja, goed punt. Je hebt de top nodig om het hele cultuur te kunnen veranderen. Mm-hmm. En hoe ik het doe, dat is mijn missie. Ik zoek de samenwerking met partijen waar mensen tegenop kijken. Ik heb nu met soldaten gewerkt. Van de luchtmacht en landmacht, maar ook air traffic controllers. Mm-hmm. Projecten gedaan met racecoureurs. 2 coureurs die eigenlijk de Le Mans gereden hebben, gewonnen in bepaalde klassen. Voetbalclubs. En daar kijken mensen wel tegenop. Ja. Dus ik kom weer eraan, het is een beetje, het gaat over slaap. Maar als je dan een aantal voorbeelden laat zien, en je stelt de vraag, waarom moet een fighter pilot, waarom moet hij goed slapen? En dan zegt iedereen, ja, dat is duidelijk, want dan maak je ongeluk. En dan gebeurt er dit, en dan ben je minder gefocust. Oké, dan vraag ik me, waarom moeten jullie? En dan is het wezen, misschien ook wel. Ja, precies. Dus daardoor probeer ik wel altijd te samenwerken met hele soort van gave partijen aan te gaan. Mm-hmm. Zodat je ook aankomt en dan kan je wat makkelijker zeggen van het is gewoon gaaf. Het is een belangrijk onderdeel. Het noemt ook work hard, sleep hard, noem ik een beetje stoer, een beetje een speels. Mm-hmm. Maar ja, als jij topadvocaat bent en je wil altijd top presteren, dan moet je dus ook... Zeker. Maar het is dus eigenlijk allemaal... Het is wel amusant. Gewoon civiele techniek gedaan en dan in de offshore gewerkt. En je krijgt slaapproblemen. Vervolgens besluit je om maar eens psychologie te gaan studeren. Ja, ik heb een paar jaartjes. Een onderzoek te doen. En eigenlijk is het ook wel leuk dat je dus via die weg ook... dan spreek je natuurlijk al de hogere kringen op zo'n schip. Omdat je natuurlijk met serieuze onderwerpen bezig bent. Ja. En dat is ook eigenlijk jouw deur geweest om dit hele pad te bewandelen, als ik het zo goed begrijp. Ja, uiteindelijk was het de stappen van eigen ervaring erkennen, meemaken dat er een probleem is. Dat is ook een van de redenen dat ik zo lange adem heb kunnen hebben. Want veel van mijn vrienden geven soms aan, je bent al jaren bezig en veel afwijzingen gehad. Mm-hmm. Dat was het jaren. Maar omdat ik het zelf heb ervaren, weet ik gewoon dat er echt wel een winst te behalen valt. Ja, precies. Ja, en uiteindelijk via de grootste eerste stap was bij de defensie. Mm-hmm. En toen soldaten. En hoe ben je daar binnengekomen? Veel mailen, LinkedIn, rondkijken, vragen. En ook standaard. Uiteindelijk was het via een psychiater die ik hier online had gevonden. Die een project had gedaan met mensen die in dienst hadden gezeten. Mm-hmm. En via die man, die had weer connectie met de andere persoon. En toen, het kost altijd een aantal... routes om daar te komen. En hoe reageerden zij daar in eerste instantie op? Ja, dat was ook wel frappant eigenlijk. Werd er een beetje lachig over gedaan. Dus die brillen, deze
dit type brillen om blauw licht te filteren, onder andere. Mm-hmm. Heb ik geïntroduceerd ook bij de luchtverkeersleiding, de luchtgevechtsleiding. Dat is een persoon die het luchtverkeer goed moet reguleren, dat er geen ongelukken ontstaan. En die in de eerste instantie werd een beetje lachig over gedaan. Dus eigenlijk van, ik kreeg zo'n bril mee, dan dacht ik, oh ja, moet ik die gaan opdoen? Mm-hmm. Ga ik dan beter presteren, ja of nee? En Het is wel een heel kek montuur natuurlijk. Ja, hij ziet er goed uit, toch? Ja. Een gruwelijke bril. Maar goed, ze reageerden er allemaal lacherig op in eerste instantie. Ja, en dan, in eerste instantie, maar word je dan wel gevraagd om eens een keer gewoon een demonstratie te komen doen, een uitleg? Of hoe is dat gegaan? Ja, toen was het uiteindelijk een demonstratie gegeven bij de Defensie. Toegelicht en ook een experiment gestart bij die luchtverkeersleiding. Ja, wat was het voor een experiment? Ja, het was eigenlijk gewoon een deel van de groep die kreeg een aantal weken die bril mee. Ja. En dan moest je een bepaalde slaapkwaliteit vragenlijst invullen en daarna een deel weer zonder. Mm-hmm. En daarna hebben we ook nog een project uitgevoerd in Afrika met soldaten. En maar het werd nog een beetje lachen over gedaan. Het hangt ook heel erg over de instructies. Ik was bijvoorbeeld niet in Afrika voor de instructies. En als de instructies niet, als die niet goed genoeg uitgevoerd worden. Ja. Omdat die persoon, ik kon niet zelf in Afrika zijn natuurlijk. Die hadden natuurlijk ook niet zelf voor gestudeerd. Ze hadden wel hun best gedaan. Alleen dan mis je zo'n bepaalde facetten van een goede interventie. Hm. Dus bijvoorbeeld als je de verwachtingen fout zijn. Mensen denken, als je heel veel ploegendiensten draait, dus je binnen één dag wel beter slaapt, dat is het gewoon niet. Dus als je verwachtingsmanagement fout is, dan kunnen mensen een beetje. Mm-hmm. En hoe zet je nu meestal in op de verwachtingen van mensen die zo'n bril gebruiken? Ja, nou, het verschilt er. Dus die verwachtingen waren toen, was iets in fout gegaan, waardoor mensen toch niet echt de kans gaven op voor lange periode. Mm-hmm. Nou, het mooie is, nu zijn we 6 jaar verder. En nu opeens is het wel echt opeens een hot topic weer over. En binnen de zorg, aantal projecten nu gedaan. En nu de effect van blauw licht, dat wordt nu telkens groter. Mm-hmm. Dus nu gaan ze bij de Defensie ook weer kijken van hoe kunnen we dit nu weer verder doen. Ja. En maar de vraag was meer voor stel mijn moeder die komt hier aan, die schuift aan. En wat is de gemiddelde tijd dat iemand een effect kan ervaren met zo'n bril? Ja, qua verwachting heb ik 2 scenario's. Mensen die ploegdiensten draaien. Nou, dat is een heel ingewikkeld proces. Mensen die geen ploegendiensten draaien, zoals jij, geef ik eigenlijk aan wat die bril doet. Je doet die bril op, bijvoorbeeld een uur voor het slapen gaan. Je brein krijgt weer het seintje dat het avond is, omdat het blauw licht gefilterd wordt. En wat je net aangaf met die routine, het blauwe oranje gloed is ook een onderdeel van je slaaproutine. Het brein wordt weer getraind dat het bijna tijd is om te slapen. En dan geef ik ook wel aan, je moet niet verwachten dat het opeens al je problemen oplost. Zo'n bril, die kan je brein wat makkelijker tot rust laten komen. Je kan je melatonine, een nachthormoon, natuurlijk aanmaken als je de bril opzet in de avond. Zonder die bril is dat een stuk moeilijker. In sommige gevallen is het helemaal niet mogelijk. Mm. Dus inderdaad, als ik dan aan je moeder aanraden, je kan die bril gebruiken. Gebruik het als onderdeel van je slaaproutine, dus in de avond. En zeker als je het een langere periode gebruikt. Heb je hier positieve effecten aan. Ja. En dat verschilt per persoon wel echt hoeveel. Oké, omdat je natuurlijk, als je het al over dat offshore project had je natuurlijk over een week dat je al echt daadwerkelijk verschillen kon ervaren. Dus ik kan me voorstellen dat het nog minder kan zijn bij iemand die dat niet doet. Het hangt natuurlijk ook af van andere variabelen in het persoonlijk leven. Maar, ja, dat klopt. Maar je zei daarnet dat je melatonine aanmaakt wanneer je de bril opzet in de avonduren. Ja, goed punt. Eigenlijk melatonine is een hormoon wat het lichaam aanmaakt om eigenlijk het hele lichaam en de organen een seintje te geven dat het nacht is. Mm-hmm. Nou, wij zijn dagdieren, we moeten overdag actief zijn, alert en productief. En in de nacht dienen wij te slapen. En al onze organen, ons lichaam is erop ingesteld om in de nacht te slapen. En normaal gesproken, als we naar buiten kijken, in de avond gaat de zon onder, is het donker. En de periode daarna ga je slapen. Maar omdat wij nu kunstlicht gebruiken, is het nooit echt donker. Het is altijd licht. Je staat je tanden te poetsen, zo in bed. En pas op het laatste moment, laatste seconde dat je licht uitdoet in je slaapkamer, is het donker. Mm-hmm. En dan pas kan het lichaam efficiënt melatonine aanmaken, als het donker is.
Okay, en dus eigenlijk is het beter. Hoe is het voor, wat zijn de onderzoeken die je eruit haalt? Want ik heb toevallig na alle informatie van Cruise heb mogen... tot me heb mogen nemen dat daar, hij vertelt dus dat je melatonine in de ochtend aanmaakt wanneer jouw oog in contact staat met de zon. En die frequenties van zonlicht in de ochtend, die zorgen ervoor dat jij melatonine aanmaakt. En op het moment dat de zon daalt en in principe het zou dus donker moeten worden, dan ga je melatonine loslaten. Loslaten bedoel je met loslaten? Nou, dan wordt het hormoon vrijgelaten. Oh zo, ja. Dus, ja. Ja, het is voor mij dan even een nieuw feitje wat ik hoor. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk heeft extra zonlicht overdag. Dat is blauw licht. En zonlicht is eigenlijk goed voor de slaap, maar je moet heel goed kijken naar de timing. Dus overdag hebben we eigenlijk veel zonlicht nodig, en vooral in de ochtend. En in de avond hebben we eigenlijk geen blauw licht nodig. Moet het echt donker zijn. En... inderdaad, als jij overdag wat meer zonlicht binnenkrijgt, als je bijvoorbeeld een kantoor met ramen of je loopt veel buiten, dan maak je wat meer, gemakkelijker bijvoorbeeld serotonine aan. En serotonine is weer een stofje dat je voor ook een gelukshormoontje wordt dat al genoemd, voor energie en geluk. Mm-hmm. En als je dat dus overdag wat meer aanmaakt, diezelfde serotonine is weer een bouwsteen van melatonine. Dus als je dus overdag wat meer zonlicht hebt, maak je meer serotonine aan, waardoor je dus in de avond ook weer makkelijker melatonine aan kan maken. Ja. Maar het punt met melatonine is dat het een nachthormoon is. Ik noem het ook wel Dracula-hormoon. Het is echt allergisch voor licht. Dus vooral voor blauw licht. Mm-hmm. Dus als je dus voor het slapen gaan nog in die volle, felle badkamerverlichting die lamp op je neus hebt staan, dan wordt het aanmaken van je nachthormoon onderdrukt. Mm-hmm. Ja. Terwijl het buiten wel gewoon donker is. Ja. Oké, en... had jij dingen ook al in de jeugd van jou die hier enige vorm van betrekking zouden kunnen verklaren? Op zich hou ik wel van slapen. Maar het punt is ook, ik focus me hier wel op. En van nature ben ik niet een goede slaper, onder andere. Het is wel makkelijker als je op een onderwerp focust dat je zelf van nature een heel goede slaper bent. En soms zeggen ze dan ook wel eens van, je hebt een workshop. Nou, succes. Dag daarvoor moet je goed slapen, goed fit zijn. Mm-hmm. Een tijdje geleden met een video, een film gemaakt. Ik had één doel, ik moest goed slapen voor de video, anders kom ik niet geloofwaardig over. Maar ik heb dus altijd wel, ook toen ik jong was, wel echt op slapen en rust gefocust. Ik vond het wel echt belangrijk. En ik vind het altijd wel heel mooi om... om een soort van training te geven om mensen te helpen. Mm-hmm. Dat is wel van jongs af aan. Maar heb je dan nu niet het gevoel van, nou je deze tool hebt en je weet wat meer over licht, dat je jezelf niet beter bent gaan zien als een betere slaper? Ja, zeker wel. Ja, dat is ook het punt. Van nature ben ik geen goede slaper. Dat betekent meer van, als ik niet de goede strategieën naleef, dan, mm-hmm. dan ben ik vaker vermoeid op werk. Maar omdat ik nu gewoon die strategieën goed uitvoer, en die goede rust nemen in de avond. Ik doe bijvoorbeeld een meditatie. Ja. Of jij dat al eens gedaan hebt. Ja, dat is zeer waardevol. Ja? Wel heel moeilijk, vind ik persoonlijk. Maar het is alles in de derde persoon kunnen bekijken en nergens over willen oordelen. Dus ik vind het echt heel erg moeilijk. Ja, ja. Hoe ervaar je dat zelf op het ogenblik? Ja, ik probeer het wel. Ik weet wel hoe belangrijk rust voor het brein is. En met mediteren, ik probeer daar ook wel echt... meerdere keren per week om eventjes die rust te nemen. En, mm-hmm. Het wordt moeilijk is ook wel weer lastig, wat is moeilijk. Ja, niemand kan echt aan niks denken, alleen de echte verlichte monniken bijvoorbeeld. Maar, aan niks denken dat ik geloof dat dat wel heel erg bijzonder is als je dat kan. Ja. Omdat je zit altijd in een milieu, dus er is altijd wel een vorm van stimuli om je heen, weet je wel, als het een muur, een lucht, een geluid of geen geluid, dan hoor je je processen weer, weet je wel, dus, maar het is meer dat je dingen in de derde persoon kan bekijken en gewoon nergens over kunt oordelen. Dat vind ik echt bijzonder moeilijk, maar dat, dat is een andere topic, want ik ben wel verder benieuwd wat jij los van, dus ik krijg zo'n bril, ik krijg een instructie van jou in principe en er wordt mij verteld... waarom dit doet wat hij doet. Yeah. Zijn er nog andere dingen die jij los, bijvoorbeeld meditatie, raad je andere mensen, of raad je mensen andere dingen ook nog aan om hun slaap te bevorderen? Ja,
Uiteindelijk gaat het, als ik bijvoorbeeld die workshops geef, dan kan je wat meer de diepte ingaan. Ja. Dan gaat het eigenlijk over alle facetten van het brein, energie van het brein. En dan voornamelijk op rust en slaap. En hoe kan je eigenlijk ervoor zorgen dat je gedurende je werk die optimale focus hebt. En ja, dus een van die facetten is inderdaad het gebruik van een bril, omdat je daarmee het blootstellende licht kan reguleren. En dus wat efficiënter kan slapen. Maar andere facetten gaat eigenlijk meer over hoe kan je over de dag, welke gedragingen kan je uitvoeren, zodat je brein beter werkt. Dus hoe kun je sneller tot rust komen in de avond? Hoe kan je in de ochtend juist niet snel afgeleid worden door bijvoorbeeld social media of eigenlijk heel veel andere afleidende gebeurtenissen die je altijd hebt wel tijdens werk. Ja. Het is eigenlijk meer een holistische aanpak. Gaat over voeding. Gaat over wat zijn dan de grootste tips die je aan mensen geeft op dit gebied? Ja, wat zijn jouw top 3 tips? Top 3 tips is eigenlijk regelmaat inbouwen. Dat je dus onder andere het seintje aan je brein kan geven. Het is bijna tijd om te slapen. Mm-hmm. Dus eigenlijk de tips gaan vooral over die fase voordat je je bed instapt. Dus een van de fases is van zorg voor een bepaalde slaaproutine. Mm-hmm. Bij jou een boekje lezen. Nou, onder andere als je die bril opdoet, alles wordt oranje. Nou, dat is een heel groot signaal. Je conditioneert het brein en je gaat bijna slapen. Als je dit een langere periode aanhoudt, dan heb je het brein weer het natuurlijke signaal dat je kan slapen. Mm-hmm. Dus dat is dus een belangrijke tip, dus die routine voordat je gaat slapen. Okay. Andere routine is om geen afleiding in je kamer te hebben. Dus bijvoorbeeld je slaapkamer. Dus je telefoon, werk, e-mail. Dat raad ik wel echt af om dat in je kamer te gebruiken. Ja. En de andere tip, eigenlijk gaat het niet per se over de periode van de slaap, maar eigenlijk de periode van wakker worden, is dat je de eerste minimaal een uur voor het slapen gaan, liefst geen e-mails, WhatsApp, social media gebruikt, omdat je hersenen anders in een bepaalde reactieve staat komen. Ja, afleiding. Oké. Okay. Zelfs weer invloed op de slaap, de 24 uur. Maar ik heb zelf wel heel erg dat ik probeer zo min mogelijk mijn telefoon aan te raken en te reageren op dingen in het begin van de dag en aan het einde van de dag. Want stel je krijgt een kutbericht net voor het slapen gaan, nou, dan ga je met een kutgevoel slapen. En in die 4 fases van je brein qua wavelengths, dan weet je brein niet meer wat realiteit en wat niet realiteit is. Dus dan ga je met die emotie slapen, sta je op met die emotie. Klopt. En ik heb ook een keer een experiment gedaan waarin ik dus mezelf visualiseerde, de dag erop ging visualiseren in de meest succesvolle staat. Stel ik moest een toets halen of zo, ik wilde sporten. Ik wilde op tijd opstaan, ik ging het gewoon visualiseren. Ja. En omdat ik dat deed, net voor het slapen gaan, werd ik ook wakker met de emoties die ik mezelf gaf de avond van tevoren. En ik heb dat 2 weken lang gedaan. Ik merkte echt dat ik fitter was en dat ik blijer was. Ik was meer open naar andere mensen en zo, dus dat is wel was een geslaagd experiment. Mooi, ja. Ja, lachen. Dus de emoties voor je slaap, die werken door in je slaap. Ja. Want heb jij zelf nu nog experimenten waar je mee bezig bent? Voor mijn eigen leven, ik probeer, en ik heb het ook wel door, ik heb natuurlijk een bedrijf, een webshop, een consultancy daarnaast. Ik ben zelf ook wel makkelijk afgeleid door social media of door e-mail of werk. En ik probeer wel echt die strategie om dus niet je echte uur, voor, niet geen e-mail, geen WhatsApp, al die berichten niet te lezen. Mm-hmm. Andere strategie is bijvoorbeeld dat ik altijd naar je WhatsApp heb ik nooit aanstaan, ook niet privéberichtjes. In ieder geval daar die afleiding van weg te halen. Ja. Maar ook inderdaad wat vaker in de ochtend een koud douchen, ook wel goed voor je lichaam is. En inderdaad die meditatie. Dat zijn echt de hoofdpunten, denk ik. Ja, bijvoorbeeld ook visualisatie, wat je net aangaf. Dat is ook een hele goede om aan bepaalde positieve ervaringen te denken of positieve beelden in de toekomst, om wat meer op positieve te focussen. Mm-hmm. En wat is tot nog toe het experiment waar je het meeste uithaalt? Ik denk wel die meditatie, mindfulness. Dus ik heb met mijn zus. Hoe lang ben je daar mee bezig? 2 jaar, denk ik. Oké, dat is wel enige tijd. Ja. Mijn zus had ik hier aangegeven. Wat doe je met Headspace? Of daar ben je mee begonnen een keer? Headspace en Calm, voornamelijk. En nu doe je dat vooral 's avonds? Of? Ik doe het vaak in de ochtend. Oké, en waarom 's ochtends? Dat is voor mij het fijnste. Ik ben zelf nogal een druk persoon. Ja. Ja, dus het is juist eigenlijk ook meditatie heel goed om juist bij het wakker, als je net wakker wordt, te doen. Ik merk gewoon dat ik de rest van de dag wat makkelijker, wat rustiger ben, wat minder afgeleid. Mm-hmm. En ik vind dat wel
ik geloof daar ook heel erg in. Ja. Als ik echt kijk naar wat de mensheid verder kan helpen, als het gaat om prestaties, gezondheid, vitaliteit. Mentale focus. Mentale focus, dan is dat wel slaap en meditatie, optimalisatie. Dat zijn echt wel de twee vlakken waar mensen wel echt vooruit gaan. En zijn er nu nog mensen, onderwerpen die jou heel erg boeien en die jou op kunnen zuigen op het ogenblik? Ja, wel veel eigenlijk. Ik ben eigenlijk altijd wel geïnteresseerd in het brein gewoon, hoe dat werkt. Hoe wij leren. Ja. Maar ook, het gaat natuurlijk heel diep als het gaat om... eigenlijk is mijn hoofddoel om het menselijk potentieel te verbeteren. En binnen het menselijk potentieel zijn heel veel vlakken. Dus bijvoorbeeld stress. Eigenlijk de kwade factoren, stress en slaaptekort. Twee van de, ik denk wel de grootste... Een van de grootste gevaren. Mm-hmm. En daaraan zijn heel veel andere facetten gerealiseerd weer. Gerelateerd aan. En wie op dat vlak volg jij op dit ogenblik? Op zich ben ik wat zelf wat minder van het volgen van echte persoon of idolen. Ik vind dat qua... Als ik als persoon... Waar ik wel echt een interessante man van is bijvoorbeeld Tim Ferriss. Meer over hoe efficiëntie, hoe kan je het best werken als potentieel. Mm-hmm. Maar als het echt om de wetenschap gaat, zoek ik eigenlijk wat meer gewoon de grote wetenschappelijke literatuur op per onderdeel. Oké, en ben je zelf ook nog heel erg specifiek en kritisch op wat je voorgeschoteld krijgt qua wetenschap? Ja, zeker wel, ja. Hoe probeer je dat... Hoe gaat zo'n proces bij jou? Stel, ik schuif een artikel onder jouw neus. Ja. Wat gaat er door je heen? Hoe ga je beoordelen of het allemaal valide is of niet, wat je voorgeschoteld krijgt? Nou, de wetenschap is... Het is een... Het punt van de wetenschap is dat het... vaak beperkt is in de situatie hoe iets gemeten is. Dus als je bijvoorbeeld veel... De onderzoeken die ik uitvoer... hebben met heel veel variabelen te maken. Mm-hmm. En als je één variabele verandert, kan de resultaat van het experiment, zo kan ik het noemen, al beïnvloed worden. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik aan boord ga op een olieplatform, dan gaat het over de manier van introduceren, je gebruikt de tools, maar ook welk rooster gebruiken ze, welke ervaring hebben ze, welke cultuur hebben ze, al die facetten beïnvloeden uiteindelijk het eindresultaat. En omdat veel wetenschappers vinden dat dan niet wetenschappelijk genoeg, want het is niet puur fundamenteel. Mm. En dat laat weer zien dat de wetenschap, de fundamentele wetenschap, heeft ook zijn restricties natuurlijk. De realiteit is vaak een stuk moeilijker dan je in een experiment kan uitvoeren. Nou, zou ik daar dus uit kunnen concluderen dat jij met een iets ruimer denkende geest naar wetenschappelijke artikelen kijkt? Omdat je hebt het dus over heel veel variabelen in je eigen onderzoeken. Klopt, ja. Want kijk, je kan niet één variabele aanpassen en de rest constant houden. Dat is in de pure fundamentele wetenschap gaat het over allemaal verschillende variabelen. Dan verander je de één en de rest probeer je constant te houden. Ja. En als je een resultaat meet, dan komt dat vaak door die ene aangepaste variabele. Mm-hmm. Maar als je offshore bent, gaat het over een workshop. Je kan niet een placebo-workshop geven. Nee. Placebo-cultuurverandering, dat is nogal lastig. Dus je weet niet... Je zou wel een bril met een verkeerd filter erin kunnen stoppen misschien? Of, ja, dat is wel goed. Ik ben nu met de Universiteit van Leiden gaan we ook onderzoek opzetten onder veel studenten, onder 80 studenten. Mm-hmm. Dus dat project zal ik ook begeleiden. Ja. En dan is het ook echt van, hebben we een placebo-conditie. Maar ja, hoeveel studenten geloven nog in een... Ja, die weten inmiddels al wat een oranje bril zou kunnen doen. Mm-hmm. Dus dan wordt het de challenge van hoe gaan we een andere conditie creëren. Ja. Dus dat andere, bijvoorbeeld een placebo-conditie met een pilletje of een zakje thee, die ook slaap zou kunnen verbeteren. Mm-hmm. Zo, ja. Ja, precies. Oké. Nou, tof. En want je hebt natuurlijk, je zei in het begin al van, jij hebt het probleem ondervonden en daarom kun jij veel beter en een veel duidelijkere message geven aan mensen die dat hebben, maar ze weten nog niet dat ze het kunnen oplossen. Ja. Hoe zit die scheiding van jou van wetenschap en voelen? Ja, dat is wel een belangrijk. Ja, het is een... Je bent wel echt getraind inmiddels als wetenschapper. Op de universiteit leer je eigenlijk voor 90%, 95% is het hoe voer je wetenschappelijk, hoe voer je wetenschap uit. Alleen dan kom je in het werkveld en dan is het toch wel toch wat anders. Iets meer hands-on. Hands-on, ja. En het zijn ook niet wetenschappers die je moet overtuigen. Het zijn managers die je moet overtuigen. Ja. In het begin gaf ik grote wetenschappelijke artikelen mee en niemand leest dat. Ja. Dus het verschil tussen
Een beetje de ene kant bekijk je alles met een wetenschappelijke blik, want zo ben je getraind. En de andere kant gaat het meer over die feeling kant. Ik heb het zelf ervaren. En wat is het hoofddoel van je interventie? Is het mensen helpen of is het de wetenschap verder brengen? Ja. En ik heb toch voor het eerste gekozen. Ja. Want je hebt dus Somnoblue en daar in principe verkoop je dus, je verkoopt blauw licht blokkerende brillen. Ja. En je helpt mensen dus beter slapen en hun potentie te verhogen. Ja. Heb je nog andere zaken op ondernemend vlak? Want je noemde ook een consultancy. Ja. Ik heb dus, Somnoblue is echt die webshop, nu over 2,5 jaar. En de consultancybedrijf KM Human Factors. Daar heb ik een methode ontwikkeld genaamd Nightfit, die zich focust op ploegendiensten. Om mensen in ploegendiensten efficiënter, veiliger, gezonder te laten werken. Ja. Onder andere door lichttherapie, speciale lampen, maar ook brillen. Dus die brillen die ik toepas. En een ander onderdeel binnen die consultancy, KM Human Factors, is meer voor mensen die dagdiensten draaien. Dagdiensten, dus topsport, voetballers, maar ook mensen in advocatuur. Dus nu de laatste periode een aantal grote advocatenkantoren, workshops over hoe kan je efficiënter presteren door efficiënter te slapen en uiteindelijk beter in je vel te zitten. Ja, dus het zijn tof. Dus wel overlap natuurlijk. Ja. Brillen zijn vaak een vast onderdeel daarvan, maar het zijn wel twee losse. Krijgen die klanten nog korting dan bij die brillen als ze dat... Ja, zit erbij. Nou, dat is mooi meegenomen. Ja, leuk. Wat is jouw ervaring eigenlijk? Met de bril? Ja. Nou, ik heb dus door Cruise ben ik een tijdje gaan experimenteren met de zonopkomst meepakken. En ik ging gewoon iedere ochtend, stond ik om 6 uur op, ging naar het strand. Ja. Met de honden, ging gewoon op een heuvel zitten, camera mee, kiekjes maken en vervolgens zo lang mogelijk naar de zon kijken. Daarnaast hoop ik net... Nee, je kan gewoon recht de zon in kijken. Oh, als echt een ochtend. Als die opkomt, dan kun je er echt recht in kijken. Dan is het nog zo, de kracht is zo fragiel. En dat gaf Cruise ook aan dat de bedoeling is. Blijkbaar zit er iets in je ogen wat dan de zonlicht gaat opnemen en daarmee de tonine van bouwt. En ik heb dat, ik denk, een week of twee gedaan. Ik merkte wel dat ik makkelijker kon slapen. Maar toen kwam dus de dag dat ik in de studio hier moest zijn. En toen had ik mijn sleutel niet bij. Dan moest ik een uur wachten. En ik zat gewoon in mijn normale ritme. Dus ik weet ongeveer wat ik at. Ik weet ongeveer wanneer ik ging slapen. Hoe dat allemaal voelde. Toen moest ik hier dus een uur wachten. Toen ben ik een uur lang in de zon gaan zitten kijken. Terwijl ik gewoon Wim Hof breathing deed in de tussentijd. En toen het 's middags al wat donkerder begon te worden, toen heb ik die bril opgezet. Ja. En ik weet nog dat ik om 6:30 helemaal kapot was. Ik was helemaal gesloopt. En of dat, ja, omdat ik het gevoel heb dat de rest van mijn leven gewoon normaal ging. En het ging de dagen daarvoor ging het allemaal ook normaal, zeg maar. Ja. Daar stond ik echt perplex van, holy shit man, dit is wel echt heftig. Dit is wel echt, ik heb ook echt heel ziek geslapen. Gewoon, ik heb een keer een weekendworkshop gedaan bij Wim Hof. En daarna heb ik ook zo geslapen. Dus wat je met cold exposure en ademhalen kan bereiken. Ja, ijsbad van Wim Hof. Ik had het gevoel dat nu ben ik niet de rivier of de zee ingedoken. Maar de combinatie van de zonopkomst pakken en die bril opzetten zodra het donker wordt. Ja, buiten donker wordt. Buiten. Ja, dat was echt bizar. Dus toen had ik echt zoiets van, oké, hier moet ik meer van af weten. Ik moet jou uitnodigen en we gaan gewoon even praten en kijken wat je allemaal doet. En, zit weer. Ja. Ik ben echt heel erg blij verrast. Dus ik heb zelf, s'avonds mijn vriendin, die vindt me nu irritant. Omdat ik sla altijd een beetje door. Dus dan gaat het nu heel veel over licht. En ik zit gewoon de hele tijd met die bril thuis dan s'avonds. Ja. Maar het werkt gewoon. Ik heb ook zoiets van, mensen moeten het gewoon lekker uitproberen. Ja. Maar ik heb wel heel erg het idee dat de wetenschap van Cruise dit enorm kan aanvullen. Mm-hmm. En dat zoek ik ook nog heel graag een keertje met Cruise om de tafel gaan zitten natuurlijk. Ja, dat zou ik wel mooi zijn. Ik kan hem, Maar ja, echt heel tof. Dus dat, ja. Ja, het is mooi om te zien hoe... Het lichaam is heel holistisch. Je kan alleen naar voeding kijken of alleen naar slaap. Maar het heeft allemaal invloed op elkaar. Zeker, zeker. Dus stress, slaap,
licht, voeding, alles is gerelateerd aan elkaar. En dat is het mooie ook nu. Dat nu ook ja, mensen daar wat meer kunnen ervaren ook. Ja, dus ja daarom ook de vraag van, weet je, wat is voor jou de scheiding daarin? Want ik heb heel erg het idee dat wetenschap is heel erg fijn en het is een objectieve manier van zaken bekijken. Maar als jij het niet kan ervaren en je voelt het niet, ja, dan wat is het dan waard voor iemand dat het bewezen wordt door iemand anders? Ja dus, wetenschap is ook, het is ook conservatief en dat is helaas. Het kan ook veiliger zijn, dat je wat minder misvattingen ontstaan. Maar soms zorgt het ook weer, voorkomt het een beetje dat het de kennis wat sneller bij de mens komt. Maar ik heb het idee dat bij wetenschap juist andersom is. Dat kennis langzamer bij mensen terechtkomt. Ja, komt er langzamer door omdat ze conservatief zijn. Ja. En wat zijn nou jouw doelstellingen met Somno Blue? Ja, goed punt. Mijn doelstellingen, mijn hoofddoel is om mensen... Ja, echt samengevat, menselijk potentieel verhogen. Zoveel mogelijk mensen binnen hun eigen potentieel te laten te werken. En hierbij is slaap een belangrijk onderdeel. En eigenlijk wil ik gewoon zoveel mogelijk mensen helpen om tot in de avond tot rust te komen. En efficiënter te slapen, gezonder te zijn. En dat is echt mijn doel bij Somno Blue. En bij andere bedrijven, consultancy, probeer ik echt ook organisaties te verbeteren. Dus organisaties die al goed gaan... Die goed presteren om die naar het nieuwe next level te brengen. Op het gebied van veiligheid, gezondheid, prestaties. Ja. En dat vind ik zelf wel... daar hou ik mijn energie in. Ja, precies. Ja. En hoe kunnen mensen jou vinden, Koos? Ja, de website. Ja. Ik heb twee websites. Somno Blue en KM Human Factors. Oké. En je hebt onlangs ook een Instagram aangemaakt, zag ik. Ja, ik probeer het. Doe mijn best. Ik probeer allemaal... Ja, Instagram nu, 2 weekjes, probeer ik daar... ook een beetje op actief te zijn. Ja. Je moet een beetje meeblijven. Heb je nog andere ambities met Somno Blue op social media vlak? Of misschien een keer een eigen podcast starten of zo? Ja, dat is wel gaaf. Ik wil wel inderdaad in de toekomst ook nog wat meer filmpjes maken. Over wat meer de diepgang bieden. Ja. Over wat het nou echt doet. Mm-hmm. Ik merk wel de mensen die Somno Blue gebruiken. Zijn vaak wel mensen die meer willen verdiepen. Zoals jij bijvoorbeeld. En het is wel mooi om daar dan ook via... bijvoorbeeld een aantal filmpjes of webinars te maken over wat het nou echt met je brein doet. En wat je kan toepassen. Dus dat ben ik wel van plan. Ja. Stap voor stap. Ja, ja precies. Ja, want kijk, het is een beetje zo dat ik heb voor mezelf eigenlijk al bewezen dat de bril echt werkt. Maar heb jij zelf nog case studies met, of stel ik zou nu een test met jou, we spreken een test af. Ja? Hoe zouden we dat kunnen aanpakken? Stel ik ga een week lang of weet ik veel, 2 weken lang geen bril gebruiken en daarna wel... Hoe zou je zo'n testje in elkaar zetten? Ja, de gemakkelijkste manier is eigenlijk gewoon een soort van slaapdagboekje bijhoudt. Kan heel simpel, maar gewoon een cijfer geven hoe makkelijk viel je in slaap, hoe goed was de slaapkwaliteit. Doe dat een periode, dan gebruik je de bril, uur voor het slaapkamer bijvoorbeeld. En dan meet je gewoon, hoe voel je, hoe ervaar je het, hoe makkelijk val je in slaap, hoe energiek ben je. Ja. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier. Natuurlijk kan je het ook heel wetenschappelijk benaderen door metingen te gaan doen. Maar op zich voor de consument is het makkelijker. Ja. Koos, voor de mensen die dit thuis willen proberen. Ik meen de volgende dingen te hebben gehoord. Je wilt rust kunnen creëren in je slaapkamer. Dus geen telefoon. Geen andere afleiding. Masturberen en naaien, dat mag wel in de slaapkamer. Uiteraard. Dat is goed voor het slapen gaan. Ja. Even kijken, verder. Wat was nummer 2? Ja, dat is echt die fase voor het slapen gaan, dat je rustig naartoe werkt. Dus conditioneren voor het slapen gaan en ook 's ochtends idealiter? Dus ja, tot rust laten komen met die elektronica. Ja. Nummer 3 is eigenlijk die bril gaan dragen wanneer het donker wordt. In ieder geval minimaal een uur voordat je gaat slapen. Ja, voor het avondsignaal. Ja. Alles wordt oranje, precies. Waardoor je brein weer weet dat het bijna gaat slapen. En mensen zouden, stel iemand koopt die bril, wat ga je dan doen? Dan ga je een slaapboekje bij je houden of in notities of zo? Ja, als je het echt zou willen meten, is dat een manier inderdaad. Dus als je wil weten van in hoeverre werkt dat, je wilt met zo'n persoon die het wil gaan bijhouden, zou je eventueel een aantal dagen kunnen meten, opschrijven, slaap, kort samenvatting van het slaapdagboekje. Hoe goed sliep je, hoe makkelijk viel je in slaap, hoe fit voel je. En dan zou je dat eventueel ook kunnen doen terwijl je die bril gebruikt, de eerste 2 weken bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat is echt een soort van basis-experimentje. En idealiter doe je dat dan ook nog terwijl je alle andere variabelen in je leven gewoon constant weet te houden. Precies, ja. Ja,
Okay. En dat heb ik ook gedaan met voetbalteams bijvoorbeeld, met jeugdteams van AZ. En bij ADO Den Haag ook gewoon experimentjes om zelf bij te houden hoe fit voelen mensen zich en hoe makkelijk slapen ze. Ja, ja. En dat was bij de jeugd voornamelijk? Of, ja, ook de jeugd van AZ, maar ook het eerste team van ADO Den Haag. Gewoon, het kan allemaal best wel, evalueren kan eigenlijk op een makkelijke manier, kan je gewoon zelf bijhouden. Mm-hmm. En eigenlijk weet je zelf vaak wel hoe goed je geslapen hebt de laatste jaren. En als je opeens in 2 weken veel makkelijker in slaap valt bijvoorbeeld, dan merk je dat wel. Dat merk jij ook toch? Ja. Hoe ben je bij ADO Den Haag binnengekomen? Via de fysio. Ja, dan zat eigenlijk ook gewoon bellen en mailen, kijken wie er voor open stond. Ja. Een hele aardige fysio. Ja, Edwin Corret. Aardige vent. Okay. En die stond er wel echt voor open. En toen hebben we het eerste selectie van ADO Den Haag. 2 workshops. Workshop 1, workshop 2. En er zat een periode van 2 weken tussen. Okay. Om dan de verschillende strategieën over slaap, topsportprestaties. Dat is heel leuk. En zijn er nog andere professionals waar jij mee samenwerkt? Ja. Ja, ik focus me de laatste periode nog meer op advocatuur, consultancies. Ik ga bij EY werken begin volgend jaar. Ja, begin 2019. Ik bedoel meer als in andere fysio's of doktoren . Of de chance. Andere professionals, meer eigenlijk met binnen de sportclubs kom je dan weer in contact met de fysio's bijvoorbeeld. Of met de sportbewegingswetenschappers en anderen. Ik heb ook wel connecties met mensen van het slaapcentrum, chronobiologen bijvoorbeeld. Een aantal personen die bijvoorbeeld een PhD hebben gedaan over lichttherapie. Mm-hmm. Effecten van licht op de biologische klok en weer op de prestaties. Ja. En daar vind ik het wel heel mooi om daarmee mee te sparren ook. Ja, precies. Want zijn er ook nog scholen of zo waar je nog in contact mee bent? Met de Universiteit van Leiden. Ik heb nu van begin 2019 een project starten om met 80 studenten effecten van de brillen te meten. Dus studenten die moeite hebben om in te slapen, gaan we kijken wat de effecten zijn van het gebruik van zo'n bril onder andere. En daarvan hebben we dus zal ik een student begeleiden, een masterstudent. Ja. Om dat te meten. Oké, top. Onder de studenten die nog goed slapen. Ja, en wanneer komen de resultaten naar voren, denk je? Ja, ik weet dat. Ja, misschien half 2019, denk ik. Ja, het is natuurlijk nog eventjes. Even geduld hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, dan heb ik nog een vraag voor je om het af te sluiten. Die ik gestolen heb van On The Real. Mijn favoriete podcast van Brian Rose. Stel, je krijgt een 20-jarige coach aan de telefoon. Wat zeg je dan tegen hem? Godverdomme, ja. Goeie vraag. Toch wel kernwaarden. Ik vind het belangrijk om vrij te zijn. Ik zou gewoon zeggen, doe lekker je eigen ding. Laat je niet te veel beïnvloeden. En als je ergens in gelooft, ga er gewoon voor. Mm. Ondanks wat mensen zeggen. En uiteindelijk is dat het, haal je daarmee het beste mee. Dus gewoon doe lekker je ding. En Oké. Nou, tof. Dan wil ik het daarmee afsluiten. Nou, coach. Ja, super wel. Mega bedankt voor je komst. Ja, thanks. En voor je woorden. Dan gaan we nu eventjes een vette foto schieten. Met deze brillen. En misschien ook wel vet om 1 giveaway te doen. 1 bril verloot ik dan maar. Ja, maken er 3 van. Nou, onderaan in de description van de video. De groeten.